Ik ben Joost de Jong. Ik ben werkzaam voor de afdeling leefomgeving als adviseur bodem. We staan langs de Zuid-Willemsvaart, vlak voor de capsulefabriek, voormalige capsulefabriek om eerlijk te zeggen. En die fabriek die maakt de doppen voor melkflessen. Met het fabriceren van die capsules is bodemverontreiniging en met name grondwaterverontreiniging ontstaan. Dat willen wij gaan oppompen en reinigen. Dit is een contract in de vorm van een bouwteamovereenkomst. In bodemsanering doen we dat niet of nauwelijks, zeg maar. Dus voor ons team is het nieuw. Ik ben Berend Hof en ik ben projectleider Milieu bij NTP. Wij leggen hier een grondwater in situ saneringssysteem aan om de verontreiniging van het grondwater te verminderen. In situ sanering is meer gericht op aanpakken in de bodem zelf. Dus onder gebouwen waar je normaal niet bij kunt komen, brengen wij een systeem aan middels leidingen of injectie van de bodem, filters. Dat verbinden we allemaal aan elkaar. Dan kun je bacteriën inbrengen, kunt chemische middelen inbrengen om zo de verontreiniging af te breken. En dat werken we dan uit in verschillende fasen. Die fasen zijn nodig omdat je in een gebied zit waar bewoners zijn, auto's rijden, mensen lopen, wandelen, fietsen en dergelijke. En wij hebben wegafsluitingen nodig om ons systeem aan te brengen. Ik ben Bas van Andel en ik ben projectleider bij de afdeling Milieu. Op dit moment worden de bronnen gepulst, waarmee we straks grondwater gaan onttrekken of infiltreren. Nou, we zitten nu in de aanlegfase van het project. En dan gaan we straks over naar de instandhoudingsfase. Dus dan is er een installatie in werking. En die instandhoudingsfase bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel met een waterzuivering waarbij we de sterkste concentraties weghalen uit de grond. En daarna een fase waarin we de biologische activiteit aanbrengen in de bodem, waarmee de verontreiniging wordt afgebroken.